Mijn naam is Jos Wiene, ik ben burgemeester van Katwijk en ik zit hier op mijn stoel in de raadzaal van de gemeente Katwijk waar iedere maand de gemeenteraad vergadert. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Daar worden de belangrijkste besluiten genomen. De besluiten die te maken hebben met geld, geld wat de burgers moeten betalen, maar ook geld wat uitgegeven wordt voor de burgers. Hier worden verordeningen gemaakt, vastgesteld. En hier worden ook over de hoofdlijnen van het beleid gesproken. Wat is het beleid wat de gemeente Katwijk wil voeren? En wat de gemeenteraad ook nog doet, is het controleren van het dagelijks bestuur, het college van burgemeester en wethouders. Wettelijk is een van de taken van een burgemeester om de gemeenteraad voor te zitten. Ervoor te zorgen dat iedereen in de gemeenteraad op een goede manier zijn bijdrage kan leveren. Dat er een goed debat kan worden gevoerd en dat er ook besluiten worden genomen. Een van de belangrijkste taken van een burgemeester is om boven de partijen te staan. Zorgen dat hij niet partijdig is in die vergadering, maar ervoor zorgt dat iedereen zijn bijdrage kan leveren. Waarom is de gemeenteraad het belangrijkste orgaan? Omdat de gemeenteraadsleden gekozen zijn door de bevolking. Zij zijn de vertegenwoordigers van de bevolking. En zij bepalen dus namens de bevolking hoe de zaken in de gemeente moeten lopen. Daarom is het ook belangrijk dat burgers een goed beeld hebben van wie hun volksvertegenwoordigers eigenlijk zijn. Want eens in de 4 jaar mogen de burgers, alle inwoners van de gemeente boven de 18 jaar, kiezen wie zij in de gemeenteraad willen hebben. En dan moet je toch een beetje beeld hebben van hoe gaat het daar, wie zit er daar, wat zijn hun ideeën. En daarom zijn er deze introducties, deze beelden van raadsleden, om u een beeld te geven van wie zijn het, wie zitten er namens ons in de gemeenteraad, wat houdt ze bezig, waar maken ze zich sterk voor. En dat helpt u om een beter beeld te krijgen van de gemeenteraad en wellicht om straks uw stem te bepalen als er weer verkiezingen zijn voor de gemeenteraad. Ik ben Krijn van der Spijk. Ik zit in de gemeenteraad van Katwijk voor het CDA. Ik ben 50 jaar, ik ben getrouwd met Karin Kralt en ik heb 3 bloedjes van kinderen. Mijn werkzaamheden liggen in de accountancy. Ik werk al 30 jaar in Hazerswoude bij Bauer en Officier Accountants. En daarnaast heb ik nog wat activiteiten in de horeca en ook wat activiteiten met een eigen kantoor. Mijn hobby's liggen best wel in het verlengde van sport, voetbal. Ik mag heel graag skiën, dus de wintersport die slaan we niet graag over. Daarnaast wandelen we en af en toe zijn we op het water te vinden met mooie dagen. En zo vul ik mijn dagen. En aangezien ik ook nog penningmeester ben van Rijnverse Boys en de politiek, blijft er weinig tijd over voor andere hobby's. Ja, hoe ben ik eigenlijk in de politiek terechtgekomen? Ja, eigenlijk van jongs af aan al belangstelling voor politiek. En van huis uit meegekregen dat je naast je werk ook wat voor kerk en maatschappij doet. En bij mij is dat dan voornamelijk de politiek geworden. En ja, eigenlijk van eind jaren 80 af, in de jaren 90 voorzitter geweest van het CDA. En toen zo de politiek ingerold. In 1997 ben ik in de gemeenteraad van Rijnsburg terechtgekomen tot en met 2002. Toen heb ik een sabbatical gehad van 4 jaar. En in 2006 ben ik in de nieuwe gemeenteraad van Katwijk opnieuw voor het CDA verkozen. En daar zit ik in de commissie bestuur. De commissie bestuur is eigenlijk een hele saaie commissie in het verlengde van financiën en allerlei bestuurlijke zaken. En mijn aandachtsgebied ligt voornamelijk op de financiën. En dat is dan eigenlijk ook direct de grote uitdaging voor mij in de politiek om te zorgen dat we financieel gezond blijven als gemeente. En dat we de lasten voor de burgers op een betaalbaar niveau kunnen houden. En ja, dat doe je volgens mij gewoon door een politieke, pragmatische aanpak. Een beetje onder het motto van niet lullen, maar poetsen. En zo proberen we Katwijk financieel gezond te houden. Ja, u bent hier de gast op het Sportpark Middelbos van Rijnsburgse Boys. En waarom hier zult u zeggen, nou ja, hier ligt mijn passie. Ik ben gek op voetbal en ik ben al ruim 40 jaar lid van deze club. En elke week ben ik hier te vinden omdat een van mijn functies hier is penningmeester van de vereniging.
En dat gaat heel wat tijd in zitten, maar dat doe ik ook met heel veel plezier. Wat is dan de link tussen de voetbal en de politiek? Nou, in principe kan je zeggen dat in politiek ook te maken hebben met het besteden van de gelden. En in de hele voetbal gaat natuurlijk behoorlijk wat geld om. En dat is op zich gewoon een goede zaak, omdat heel veel mensen, zeg maar gerust duizenden mensen over de gemeente Katwijk, elke week veel plezier beleven aan de voetbalsport. Het zij door daar actief zelf te voetballen, het zij daardoor om daar passief te gaan kijken, het zij naar het eerste elftal, dan wel naar de elftallen van hun kinderen of kleinkinderen. Ja, en dan de link met politiek misschien ook. Ja, binnen de politiek hebben we natuurlijk ook te maken met rivaliteit tussen de partijen, oppositie en de collegepartijen. En zo hebben we dat natuurlijk ook met de voetbalverenigingen in de gemeente Katwijk. We spelen met twee plaatselijke voetbalverenigingen in de topklasse. Een derde club die rammelt hard aan de deur om daar ook te komen. En ja, zo hebben we onderling een gezonde rivaliteit om elk jaar weer uit te maken wie er tenminste kampioen van Katwijk wordt. Ik ben Bart van Kruisten. Inmiddels 9 jaar raadslid in de gemeente Katwijk, fractievoorzitter van het CDA. Ik heb 2 kinderen de deur uit en een vriendin uit Rijnsburg. Dus een ieder die beweert dat er niets moois komt uit Rijnsburg, heeft het mis. Ik ben, net zoals velen nu, in 1978 begonnen als kleine zelfstandige in de schildersbedrijfstak. Veel mensen vroegen zich af: Bart van Kruisen, wat doe jij daar in die raad als ondernemer? Dat is eigenlijk niet uit te leggen. Dat moet je gewoon doen. Mijn insteek was om niet aan de zijlijn te blijven staan, kritiek uit te oefenen, maar ook daadwerkelijk ook mee te werken aan een ontwikkeling van de gemeente Katwijk. Een ontwikkeling die heel belangrijk is. En zeker als we kijken naar het beroepsonderwijs hier in Katwijk. Vele mensen zijn werkzaam in de ambachtelijke sector, dienstverlenende bedrijven. En het is ook heel belangrijk, essentieel, dat het beroepsonderwijs in Katwijk goed georganiseerd is. En dat is ook zo. Als ik alleen al kijk naar onze eigen bedrijfstak, waarin, meen ik, zo'n rond de 100 schildersbedrijven acteren, waarin honderden schilders werkzaam zijn in de sector, is het van belang dat het beroepsonderwijs goed is georganiseerd. En dat geldt niet alleen voor het Andreas College, maar bijvoorbeeld ook voor het visserijonderwijs, maar ook het tuinbouwonderwijs in Rijnsburg. Dat heeft onze aandacht ten volle nodig. Ik ben hier in de nieuwe Rode Buurt. Een prachtig mooi voorbeeld van een herstructurering van een vooroorlogse woonwijk. Ik heb dit proces bij mijn aantreden vanaf 2002 nauwlettend kunnen volgen en mee kunnen maken. Waarom een heel mooi voorbeeld? We zullen de komende jaren veel meer moeten insteken op herstructurering van bestaande woonwijken dan dat we eerst gaan kijken naar nieuwbouwlocaties. Hoe mooi en hoe begeerig dat ook lijkt. Want er wordt veel gesproken vandaag de dag over de aantallen woningen die gebouwd worden in Katwijk en in de regio. En wellicht kunnen we op deze wijze ook een bijdrage leveren in de kwaliteitsverbeteringen van de woningen. Ik ben Leen van Poppel, ik zit namens gemeentebelangen in de gemeenteraad en ik ben bezig aan mijn eerste termijn als raadslid. Ik ben getrouwd, ik heb 2 zoons, ik woon sinds 1984 in Rijnsburg. Ik ben geboren en getogen in Brabant. Mijn hobby's zijn fotograferen, muziek luisteren, sport en vakanties. Sinds de fusie van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg per 1 januari 2006 ben ik vervroegd met prepensioen. Daarvoor ben ik werkzaam geweest bij diverse gemeenten en sinds 1984 bij de gemeente Rijnsburg, waarvan de laatste 4 jaar als griffier van de gemeenteraad. In die functie was ik al nauw betrokken bij het werk van de gemeenteraad. Ik zit namens gemeentebelangen in de commissies bestuur en regio. De commissie bestuur die houdt zich met name bezig met openbare orde en veiligheid, financiën, automatisering en algemeen bestuurlijke zaken. In de commissie regio wordt met name gesproken over de regionale samenwerking binnen Holland-Rijnland. Waarom raadslid? Door mijn werk bij de gemeentelijke overheid ben ik altijd al nauw betrokken geweest bij het werk van de gemeenteraad. Ook nadat ik gestopt ben met werken, ben ik de plaatselijke politiek altijd nauw blijven volgen.
Via de denktank van gemeentebelangen ben ik terechtgekomen in de steunfractie van die partij. En vervolgens op de kandidatenlijst voor de laatst gehouden verkiezingen. En ben ik gekozen tot lid van de gemeenteraad. Ik vind het leuk en vooral interessant werk om te doen. En op die manier bezig te zijn voor de lokale samenleving. Bovendien kan ik daarbij mijn kennis en ervaring die ik heb opgedaan door te werken bij de gemeentelijke overheid benutten. Belangrijke aandachtspunten voor mij zijn inspraak voor de burgers bij totstandkoming van gemeentelijke plannen. En dan wel op een zodanige wijze dat er ook echt naar de burgers geluisterd wordt. En een ander belangrijk aandachtspunt voor mij is de leefbaarheid binnen de gemeente Katwijk. Een leefbaarheid die door de schaarse grond en de vele bouwplannen onder druk staat. Katwijk moet wel een aantrekkelijke en leefbare woongemeente blijven, ook voor toekomstige generaties. Ik sta hier bij het voormalige gemeentehuis van Rijnsburg. Ik heb voor deze locatie gekozen om de volgende redenen. In de eerste plaats heb ik meer dan 20 jaar met veel plezier in dit gebouw gewerkt. Verder is het zo dat ik zonder de andere kernen tekorten willen doen, maar toch vooral ook vertegenwoordiger voel van Rijnsburg in de gemeenteraad. En dat kan ook met een fractie die bestaat uit vertegenwoordigers van alle kernen. Verder heb ik voor deze locatie gekozen vanwege de toekomstige functie van het oude gedeelte van dit gebouw als multifunctioneel centrum voor de Rijnsburgse gemeenschap. Een centrum dat een aanwinst moet worden voor Rijnsburg en waarvan ik hoop dat het ook echt een ontmoetingspunt gaat worden voor de Rijnsburgers. En dat zij er veel plezier aan zullen gaan beleven. Ik ben Ate Kuyt, ik ben lid van de ChristenUnie en namens de ChristenUnie zit ik in de gemeenteraad. Ik ben in 1996 tussentijds de gemeenteraad ingegaan en ik doe nu mijn vierde periode. Ik ben getrouwd met Arend, we hebben samen 2 zonen en 1 dochter. En we hebben inmiddels ook 3 kleindochters, 3 heerlijke meiden waar we 1 dag in de week op mogen passen. Mijn hobby's zijn fietsen, lezen en muziek luisteren. En als het over fietsen gaat, dan doe ik dat heel graag lange afstanden en het liefst in de bergen tijdens onze vakantie. Mijn werkzaamheden die zijn nogal afwisselend, want ik ben in het dagelijks leven pedicure. Ik zit in verschillende besturen in Katwijk en ik zit bijvoorbeeld in het bestuur van de Stichting Oekroe, die zich bezighoudt met het organiseren van jongerenkampen in de Oekraïne. Ik ben lid van de Raad van Toezicht van DSV, dus ik houd me ook heel erg bezig met zorg voor ouderen. Ik mag medewerken in de gebedsgroep van Katwijk. En ook mag ik mijn steentje bijdragen in de kerkelijke gemeente. Ik mag werken in de Andreaswijk. En daar mag ik medewerking verlenen als trekker aan 2 groeigroepen. Waarom zit ik in de gemeenteraad? Ik ben ervan overtuigd dat mijn rol in de gemeenteraad een hele belangrijke is. Als ik kijk ook naar onze fractie. Mijn taak is vooral om te horen wat er in de gemeente leeft. Te horen waar de verenigingen en de organisaties mee bezig zijn. En dat in onze fractie te bespreken. Ik merk dan ook dat ik heel toegankelijk ben voor heel veel burgers. Omdat ik al jarenlang midden in het veld gewerkt heb als vrijwilliger. Dan kijk ik naar onderwijs, verslavingszorg, ouderen, jongeren. Er zijn allerlei gebieden eigenlijk waar ik me heel erg thuis in voel. En waar ik ook merk dat mensen mij daarvoor benaderen. Het is niet moeilijk voor mij om contact te hebben met de burgers. Want ze bellen mij en ze weten mijn nummer, mijn e-mailadres. Ze zijn er gewoon en ik ben er voor hen. Juist omdat ik me zo betrokken weet bij alles wat er in onze gemeente gebeurt. En toch wel druk kan maken over het welzijn van onze burgers. Neem ik deel in de commissie Welzijn. En juist daar kan ik heel veel kwijt wat hen aangaat. Het gaat over allerlei onderwerpen. Het gaat over zorg voor onze ouderen, zorg voor onze jongeren. En ik ben blij dat ik in deze commissie deelneem, omdat ik daar gewoon echt mijn ei in kwijt kan. Ik heb voor deze plek gekozen omdat ik gewoon heel veel heb met dit stukje van Katwijk. Het is een oud stukje Katwijk. En kijken we naar de oude kerk die hier voor me staat, de Andreaskerk. En het Andreashofje hier zo om mij heen, met de oudere woningen. En waar ik vooral heel blij om ben, is dat de oudere woningen worden gerenoveerd.
Je kunt ook zien dat ze flink bezig zijn. Het duurt ongeveer tot december, dan zullen deze huisjes klaar zijn. En dan mogen de burgers van Katwijk, onze ouderen, mogen weer heerlijk wonen in deze mooie gerenoveerde huizen. En een belangrijke plek vind ik dit ook, omdat ik kijk naar de Andreaskerk. Een kerk waar we heel vaak op zondag samenkomen en dat we daar ook samen ons geloof mogen belijden.